Laten we stellen dat je de vakantie verdiend hebt als je ook echt goed hebt gewerkt. Nou, dat laatste is zeker het geval, want er is door heel veel Nederlanders gewerkt afgelopen jaar. Bijna 8,6 miljoen Nederlanders hadden in 2017 betaald werk. En dat is een record, zie je in deze grafiek. Gemiddeld werkte die 31 uur per week, exclusief overwerk, net zoveel als andere jaren. Hulde dus voor al die werkende Nederlanders. En dan is er ook nog eens een keer veel overgewerkt. Het CBS houdt daar ieder jaar een enquête over. Bijna 30% van de ondervraagden geeft aan dat ze regelmatig overwerken. En dat percentage overwerkers neemt de afgelopen jaren steeds wat verder toe. Weliswaar vlakt die op het eind iets af, maar de trend is meer overwerk. Conclusie, er zijn meer mensen aan het werk en er is meer overgewerkt. Dus die vakantie, kunnen we stellen, die is dik verdiend. Blijft de vraag, wie heeft de vakantie nou het allermeest verdiend? Daarvoor duiken we iets dieper in die cijfers van het CBS. Kijk, bij de vrouwen werkt een kwart regelmatig over. Vrouwen zijn de afgelopen jaren ook ietsje meer gaan overwerken. Bij de mannen is het overwerk de afgelopen jaren juist wat gedaald. Maar mannen werken nog wel steeds meer over dan vrouwen. Dus kunnen we stellen, de ultieme vakantieverdiener is in ieder geval man. Interessant is ook om te kijken naar de sectoren. Er is eentje die er uitspringt in de CBS-cijfers, dat is het onderwijs. Er is een grote lerarentekort, berichten daarover die kunnen je haast niet zijn ontgaan. Om die tekort op te vangen moeten leraren die er zijn vaker overwerken. En je ziet hier in deze grafiek dus ook een behoorlijke stijging van het overwerk in die sector. Dus de ultieme vakantieverdiener is behalve man ook nog een keer werkzaam in het onderwijs. Sowieso wordt er in dat onderwijs relatief veel overgewerkt. Hier zie je de verschillende sectoren. Alleen managers werken meer over. Ruim de helft van de managers geeft aan dat ze regelmatig meer werken dan in het contract overeen is gekomen. Brengt ons bij de verkiezing van de ultieme vakantieverdiener. Hij is dus man, werkt in het onderwijs en is manager. Tada! Daar is hij dan. Hij heeft de vakantie het meest verdiend van allemaal. Hij mag zich volop in de watten laten leggen in pak een beet Frankrijk, Spanje of Griekenland. Oh ja, bedenk dan wel, vergeleken met die landen werken wij in Nederland wel bizar weinig. Zo blijkt uit de cijfers van de OESO. Gemiddeld 1430 uur per jaar. Vergeleken met ruim 1500 in Frankrijk, bijna 1700 in Spanje en ruim 2000 in Griekenland. Dus die gezellige camping-eigenaar, tapaskok of ober op dat terrasje, die heeft de vakantie pas echt verdiend.